Oké, deze video gaat verder met hoofdstuk warmte en energie voor HAVO natuurlijk in de bovenbouw. En dit gaat over soortelijk warmte, dus het gaat over opwarmen en afkoelen en dat soort zaken. Opgave 14. De zon verwarmt het zand en het hout in figuur 5.14, dat is deze. Dus het hout en dat is het zand, zoals je kan zien. Welke vorm van warmtetransport vindt plaats in het zand en in het hout? Nou, het zijn allebei wasserstoffen, dus dat is geleiding. Het zand krijgt een hogere temperatuur dan het hout. Leg uit dat waarom. Dat komt door de warmtegeleiding. En de hoeveelheid warmte die op de zand en de hout valt, die is gelijk. Als ze dezelfde massa hebben, is dat ook gelijk. Maar ze hebben een verschillende soortelijke warmte. En daardoor warmen ze verschillend op. Als je een hoge soortelijke warmte hebt, dan is de temperatuurstijging langzaam. En is de soortelijke warmte laag, dan is de temperatuurstijging snel. Goed, dat kun je allemaal vinden in tabel 10 van de Binus, want daar staan de, het is een stofeigenschap, soortelijke warmte, die vind je altijd in tabel 8, 9, 10, 11, 12. Nou, dit zijn vaste stoffen, die zitten in tabel 10. Opgave 15. In een thermometer zit 0,49 gram alcohol. Tijdens een proef stijgt de temperatuur van de alcohol van 22 graden Celsius tot 65 graden Celsius. Bereken hoeveel warmte de alcohol dan heeft opgenomen. Goed, dan bereken je met de formule Q is M maal C maal delta T. De warmte is de massa maal de soortelijke warmte van de alcohol maar het temperatuurverschil. Nou, de massa is 0,49 gram, maak er even kilogrammen van, dus maal 10 tot de min derde. Soortelijke warmte van alcohol kun je opzoeken in tabel 11, het is de vloeistof. 2,4 maal 10 tot de derde, zoek een kilogram per Kelvin. Temperatuurverschil is 65 min 22, is 43 graden Celsius, oftewel 43 Kelvin, want temperatuurstijging is dat gelijk, hè? 1 graden Celsius stijging is ook 1 Kelvin stijging. Nou, die vul je dus alle drie hierin, dat is hier gedaan, en ik krijg dan het antwoord 51 joule. Dat moesten we aantonen, nee, we moesten het uitrekenen. Oké, 16 dan. Je verwarmt eerst 200 gram van stof A en dan 200 gram van stof B. In figuur 5.19 is voor beide stoffen de temperatuur uitgezet tegen de hoeveelheid opgenomen warmte. Oké, dit is de hoeveelheid warmte in kilojoule. Dit is de temperatuur in graden Celsius. We beginnen allebei met 20 graden Celsius op met 0 toegevoegde warmte. Welke van de twee stoffen heeft de kleinste soortelijke warmte? Als je een kleine soortelijke warmte hebt, heb je dus een hoge temperatuurstijging. Dus dat is A. Hoeveel energie moet je bij stof A toevoegen om de temperatuur van 20 graden Celsius naar 40 graden Celsius te laten stijgen? Bij 20 zit je bij 0 kilojoule en bij 40 zit je bij 10 kilojoule. Dus dat is een verschil van 10 kilojoule. Oké, bepaal de soortelijke warmte van stof A. Goed, de 10 kilojoule toename. Oké, dat is dus 10. Wat weten we verder? Dat is deze. We weten het temperatuurverschil. Is dus van 40. Ging je naartoe en ik kan van 20. Dus dat is 20 graden Celsius verschil. Massa is 200 gram, of 0,02 kilogram. Goed, die vul je allemaal in QSM, C maal delta T. En dan hou je alleen maar over C. Kijk, hier is dat ingevuld. 10 maal 10 tot de derde. Dat is 10 kilojoule is 0,200 kilogram. Maal C maal 20 graden temperatuurverschil. Hou je alleen C over. Dus dan moet je 10 maal 10 tot de derde delen door 0,2 en delen door 20. En dan krijg je 2,5 maal 10 tot de derde joule per kilogram per Kelvin. Oké, gaan we naar de volgende opgave. 17. Kwik is bij 293 Kelvin, dat is 20 graden Celsius, een vloeistof. Zoek in Binus de dichtheid, soortelijke warmte en atomaire massa van kwik op. Nou, dat is hier gedaan. Hier staat de soortelijke, het staat de dichtheid, hier staat de soortelijke warmte en hier staat de moleculaire massa. Dat komt allemaal uit tabel, ik denk 8, want het is een metaal, dus dat zal tabel 8 zijn. Stofeigenschappen zitten allebei altijd in tabel 8 tot en met 12. Toon aan dat het aantal atomen in 1 kilogram kwik gelijk is aan 3,010 tot de 30ste staat volgens mij, kan ik goed lezen. Nou goed, het is niet zo moeilijk. De moleculaire massa is 200 maal 0,6 mu. En mu, dat is een hoeveelheid van 1,666045 maal 10 tot de min 27ste. Dat kun je vinden in tabel 7. Als je dat met elkaar mee volgt, dan vind je dus dat het zoveel kilogram is, zoals hier staat. In 1 kilogram zit dus 1 gedeeld door
zoveel atomen kwik. Hè, want dit is een aantal kilogram van één atoom kwik. En dat is natuurlijk maar 1,10 tot de 34ste is dat volgens mij. Ja, 34ste. Zal hier ook wel 34ste staan. Dus niet zo goed te lezen. Maar, ja, oké. Okay. C. Toon aan dat de soortelijke warmte per atoom kwik gelijk is aan 4,7 × 10⁻²⁰ joule per Kelvin. Goed, de soortelijke warmte per atoom kwik is 0,138 × 10⁻⁸ gedeeld door 2,9 × 10⁻³² is 4,67 × 10⁻¹ joule. Even kijken wat die getallen gaat aankomen. Dit is de soortelijke warmte van de stof kwik. Hier is opgezocht in tabel 8. Dit is het aantal atomen kwik waar het om gaat. Ja. Dus de soortelijke warmte van één atoom kwik is die twee dan op elkaar delen. Dat klopt. Ja, dat is goed. 17d. De soortelijke warmte per atoom kwik is groter dan bij metalen in tabel 5.1. Dit zou je kunnen verklaren met het feit dat kwik bij kamertemperatuur een vloeistof is. Leg uit waarom de soortelijke warmte per atoom kwik ook groter is. Nou, omdat kwik is een vloeistof, dan zitten dus de moleculen verder van elkaar dan bij metalen die in een vaste toestand zijn. Dat betekent dus dat warmte, ja, dat wordt gewoon slechter doorgegeven, hè, want de kans op botsingen is kleiner. Dus dat betekent dus dat je veel energie nodig hebt voor een temperatuurstijging. Dan is dus de soortelijke warmte is dus hoog. Ja. Oké, okay. Gaan we naar 18. Bij het ventileren van een huiskamer vervang je de lucht in de kamer door lucht van buiten. Hierdoor daalt de temperatuur van 21,0°C naar 16,0°C. Om de kamertemperatuur op te warmen gebruik je een verwarming die werkt op aardgas. Bij de verwarming van aardgas komt warmte vrij en de kamer is 8,20 bij 3,60 bij 2,60 meter. Bereken de massa van de lucht in de huiskamer. Nou, gaan we eerst maar eens even het volume van de huiskamer berekenen. Dat is lengte maal breedte maal hoogte. Dat gebeurt hier. Komt 78,8 kubieke meter uit. Dan de massa van kwik, die willen we daar, of kwik, lucht, die kunnen we uit, met de dichtheid is massa gedeeld door volume. De volume hadden we net uitgerekend. De dichtheid van de lucht kun je opzoeken in tabel 12, want het is een gas. En hier staat die. Nou, die vul je allebei hierin. Dat is dus hier gebeurd, zoals ik al zie. Nou, je alleen massa over, die je niet met elkaar vermenigvuldigen. 99,3 kilogram zit er in de kamerlucht. Dat is nog heel wat. B. Zoek een binnenste soortelijke warmte van lucht op. Dat is tabel 12. Hier staat 1,10³ joule per kilogram per Kelvin. C. Toon aan dat 5,0 × 10³ aan warmte nodig is om de lucht in huiskamertemperatuur van 21 graden tot 21 graden op te warmen. Je weet dat die van 16 graden afkomt, oké. Okay. QSMC met delta T is dat natuurlijk weer. De massa is 99,3 kilogram, hadden we net uitgerekend. C hadden we net opgezocht, 1,10³ joule per kilogram Kelvin. Temperatuurverschil van 21 − 16 is 5 graden Celsius. Nou, dan is het gewoon alle drie invullen. Q is 99,3 × 1,10³ × 5 is 4,96 × 10⁵ joule. Oftewel 5,0 × 10⁵ joule. Dat zal hier dan ook wel staan. Jammer dat het zo slecht leesbaar is. Ja, hier staat er sowieso geen zoek bij. Dus een foutje. D. Zoek in Binas de stookwaarde van Gronings aardgas op. Stookwaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt als je kubieke meter van dat aardgas dan verbrandt. Dat is de definitie van stookwaarde. Nou, die vind je in tabel 27a. 32 megajoule per kubieke meter. Oké. Bereken hoeveel kubieke meter Gronings aardgas er nodig is om de lucht in die kamer tot 21 graden op te warmen. Nou, we weten dus dat we daar 5,10⁵ joule voor nodig hadden. Dat komt bij C vandaan. We weten dat als je 1 kubieke meter gas verbrandt, dat er 5,10⁶ joule vrijkomt. Als je die dan op elkaar deelt, dan komt er 0,016 kubieke meter aardgas uit. Je mag 1,6 × 10²² kubieke meter aardgas opschrijven. Dat is ook goed. F. Noem twee redenen omdat er meer gas nodig is dan je bij vraag 1 berekent. Nou, er zijn natuurlijk allerlei verliezen. Hier staat bij het schoorsteen en door openingen in de woning
De leidingen worden ook opgewarmd. De muren worden opgewarmd. Etc. Ja, er zijn dus allerlei verliezen. Oké, 19. In aarde zit zand, water en aardolie. Bij warmte-koudeopslag gebruik je water als transportmiddel voor het aan- en afvoeren van warmte. A. Leg uit waarom dat zand hiervoor niet geschikt is. Nou, zand is nogal lastig te transporteren. Met waterolie gaat dat prima, want dat zijn vloeistoffen. Dus vandaar. In tabel 5.2 staan gegevens over aardolie en water. In hoeveelheid vloeistof druk je meestal uit in kubieke meter in plaats van kilogram. 1 kubieke meter aardolie en 1 kubieke meter water nemen dezelfde hoeveelheid warmte op. Oké, we redeneren dat water de laagste temperatuur krijgt. Nou, de temperatuurstaling bepaal je met de formule voor de soortelijke warmte, PSMC delta T, en de massa bepaal je met de formule voor de dichtheid. Rho dichtheid is massa gedeeld door volume. Nou, hier staat, volgens de tabel L is de dichtheid van water groter dan de dichtheid van aardolie. Dan is dus de massa van water ook groter dan de massa van aardolie, als ze allebei 1 kubieke meter volume hebben. Oké, dus de hoeveelheid toegevoegde warmte is hetzelfde. Als water meer massa heeft, dus die M dus groter, en dat deze hetzelfde is ook hetzelfde, dan moet C er kleiner zijn. Ja? Nou, volgens Medina's 11 is de soortelijke warmte van water groter dan de soortelijke warmte van aardolie. De temperatuurstijging van water is dus ook kleiner dan die van aardolie. Ja, zo kun je dat ook beredeneren natuurlijk, want ik had zelf volgens mij verzonnen dat de temperatuurstijging hetzelfde was, maar dat is helemaal niet gezegd. Dus dat was eigenlijk niet zo'n hele goede, dat was eigenlijk helemaal een goede redenering, was gewoon een foute redenering. Hier staat het goed. Nou, het is ook wel eens leuk dat het antwoordboek mij corrigeert in plaats van andersom. Een lage temperatuur is een voordeel bij warmte-koude opslag. Noem nou nog een reden waarom dat je liever water dan aardolie als transportmiddel gebruikt. Ja, dat staat hier goed, hè. Olie is natuurlijk nogal vervuilend als het mocht weglekken. Oké, dat was paragraaf 3. Hierna komen natuurlijk nog paragraaf 4 erbij.